Hoi, vandaag ga ik je laten zien hoe je deze armband kunt maken. Deze armband ziet er echt super moeilijk uit, maar is eigenlijk vrij makkelijk om te maken. Je kunt hiervoor je rainbow loom gebruiken, maar ook je monster tail. Dus als je wilt weten hoe je deze kunt maken, blijf dan lekker kijken en laten we beginnen. Zo ziet deze armband er van dichtbij uit. Hij gaat je hele pols rond, dus je hebt hier geen verlenging voor nodig. En als je deze armband in deze regenboogkleuren wilt maken, dan is dit wat je nodig hebt. Een rainbow loom of een monster tail. 35 zwarte elastiekjes, 35 elastiekjes in de kleuren van de regenboog, waarvan 5 rood, oranje, geel, groen, blauw, paars en roze, een C of een S-clipje en je haak. Als je een rainbow loom gebruikt, dan moet je de middelste rij eruit halen, bij mij zat die al los, en dan zet je hem 1 stapje omhoog, zodat de 3 pinnetjes op elke rij naast elkaar komen te staan. En dan komen ze dus gelijk te staan. Nu wil je je loom draaien, zodat de zijkant naar je toe staat. En dan kies je 3 pinnetjes uit op de rij die het dichtst bij je staat. En 3 pinnetjes op de middelste rij erachter. En daar gaan we op werken. Pak je eerste elastiekje erbij en dit is in de kleur zwart. En je doet dit elastiekje om de 4 uiterste pinnetjes links en rechts. Maar de middelste pinnetjes sla je over. Dus zet hem over de 2 pinnetjes links. Daarna zet je het zwarte elastiekje tussen de 2 middelste pinnetjes en dan zet je ze over de 2 rechter pinnetjes. Dan pak je haak erbij en je pakt het elastiekje vanaf elke pin links en rechts vast. Je haalt hem van het pinnetje af en je draait hem om. Daarna zet je hem weer terug om je pin, zodat het elastiekje gekruist komt te zitten. Zoals je kunt zien hier op de middelste pin ging hij over het pinnetje heen, dus ik zet hem even terug naar het midden toe. En daarna ga ik weer verder met het kruisen van de elastiekjes op de uiterste 4 pinnetjes. En dit hoef je maar 1 keertje te doen. En dan gaan we nu verder met ons volgende elastiekje. Je pakt weer een zwart elastiekje erbij. En die zet je dit keer op de 2 middelste elastiekjes in een 8-vorm. Zo. Vanaf nu komt er een patroon in, dus het wordt makkelijker. Pak een kleuren elastiekje erbij en deze zet je over de uiterste pinnetjes links en rechts. Maar je slaat de middelste pinnetjes over. Dus zoals je dat eerste zwarte elastiekje hebt gedaan. En als je dat hebt gedaan, dan pak je haak erbij. En je haakt de onderste elastiekjes omhoog naar het midden toe. Op de linker 2 en de rechter 2 pinnetjes. Dus je haakt het onderste elastiekje omhoog en naar het midden toe. Op de 4 pinnetjes waar je gekleurde elastiekje op zit. En dan druk je alles weer naar beneden. Daarna pak je een zwart elastiekje erbij. En het zwarte elastiekje zet je altijd op de middelste 2 pinnetjes. En deze hoeft niet meer in een 8-vorm. Daarna pak je de onderste elastiekjes vast met je haak op die 2 pinnetjes. Die haak je over je pinnetjes heen en naar het midden toe. En dan pak je er weer een kleuren elastiekje erbij. En die zet je op de uiterste 4 pinnetjes. En je slaat de middelste 2 pinnetjes over. Mocht jou dat nou niet lukken, dan kan je het ook over alle 6e pinnetjes zetten en daarna met je haak de elastiekjes over de middelste pinnetjes heen zetten, zodat hij aan de binnenkant van die pinnetjes komt te zitten. En daarna haak je de 4 elastiekjes op de 4 uiterste pinnetjes omhoog en naar het midden toe. En druk je alles weer naar beneden. Na een kleuren elastiekje komt een zwart elastiekje en die zet je op de 2 middelste pinnetjes. En dan haak je vervolgens de onderste elastiek omhoog en naar het midden toe. En dan pak je er weer een kleuren elastiekje bij. En dat elastiekje gaat over de 4 uiterste pinnetjes. En vervolgens haak je het onderste elastiekje op de 4 uiterste pinnetjes omhoog en naar het midden toe. En je raadt het al, de volgende elastiek wordt een zwart elastiekje. En dat zet je op de 2 middelste pinnetjes. En je haakt vervolgens de onderste elastiek omhoog en naar het midden toe. En daarna pak je er weer een gekleurd elastiekje erbij. Die zet je op de 4 uiterste pinnetjes. En je haakt het onderste elastiekje omhoog en naar het midden toe op de 4 uiterste pinnetjes. Nou, zo ga je door. Een zwart elastiekje op de 2 middelste pinnetjes en die haak je omhoog. En dan een gekleurd elastiekje op de uiterste 4 pinnetjes. En een haakje de onderste elastiekjes omhoog. En zo ga je door. Zwart gekleurd. En totdat je helemaal klaar bent met je armbandje.
Als je armmatje iets langer wordt, dan wil je het waarschijnlijk even tussen twee pinnetjes eruit halen, want aan de onderkant van je loom is die geblokkeerd. Als je op een monstertail werkt, dan hoeft dit niet. Dus ik duw hem even tussen twee pinnetjes eruit, zodat hij zometeen daartussen kan groeien. Nou, en dan ga ik weer door met mijn patroon. Ik voeg weer een gekleurd elastiekje toe. Ik haak de gekleurde elastiekjes omhoog. En dan voeg ik weer een zwart elastiekje toe. En dan haak ik de zwarte elastiekjes omhoog. Enzovoorts. Totdat je armbandje helemaal af is en lang genoeg is om op je pols te passen. Dus zet deze video gewoon even op pauze en speel hem weer af als je daarmee klaar bent. En als je wilt weten hoe je de armband af kunt maken. Nou, dit is mijn allerlaatste elastiekje. En nu willen we het armbandje afmaken. Dus met je haak pak je het elastiekje vast op de linker en de rechterpin op de rij die het dichtst bij je zit. En die verplaats je naar het middelste pinnetje. Dus ik doe eerst links en die verplaats ik naar het middelste pinnetje. En dan pak ik het elastiekje van het rechterpinnetje en die verplaats ik ook naar het middelste pinnetje op de rij die het dichtst bij me zit. En daarna op de middelste rij doe ik hetzelfde. Ik pak het linker elastiekje en die zet ik op het middelste pinnetje. En dan pak ik het rechter elastiekje en die zet ik ook op het middelste pinnetje op die middelste rij. Nu stop ik mijn haak in het middelste pinnetje van de rij die het dichtst bij me zit. En daarna haal ik daar een zwart elastiekje doorheen. Dus ik zet een zwart elastiekje op het uiteinde van mijn haak. Ik hou de andere kant vast en dan haal ik hem door al deze elastiekjes heen. En dan zet ik dat zwarte elastiekje vast aan het pinnetje ernaast. En daarna haal ik een zwart elastiekje door het pinnetje heen op de middelste rij. En dan stop ik mijn haak door de andere kant van het elastiekje er doorheen. Zo, dan zitten alle twee kanten van het zwarte elastiekje op mijn haak. En dan zit die vast aan de armband. En daarna zet ik het andere zwarte elastiekje dat ik net heb vastgezet aan een pinnetje terug op mijn haak. En dan kan ik het armbandje van de pinnetjes afhalen. En wat ik nu dan ga doen, is ik voeg nog één zwart elastiekje toe. En deze haal ik door de zwarte elastiekjes heen die op mijn haak zitten. En vervolgens zet ik mijn haak terug door de andere kant van het zwarte elastiekje. En daarna pak ik mijn C of mijn S-clipje. En die zet ik aan dat zwarte elastiekje vast. Zo. En het enige wat je nu nog hoeft te doen om het af te maken, is je C of je S-clipje aan de andere kant van je armband te zetten. Nou, in principe is je armband dan af. Maar als je het op de Rainbow Loom hebt gemaakt en hem aan één kant eruit hebt laten groeien, dan kan het zijn dat één kant van je armbandje een beetje lelijk is. Dat kan je heel makkelijk oplossen. Je pakt gewoon met je haak niet de losse kant vast, maar de strakke kant vast van je armband, de zwarte elastiekjes. En voorzichtig trek je aan deze zwarte elastiekjes om het een beetje gelijk te maken aan allebei de kanten. Dat kan met je haak, dat kan ook met je vingers. En als je daar gewoon een beetje aan werkt, dan komt het er uiteindelijk heel mooi uit te zien. Nou, zo ziet hij er dan uit bij mij op mijn pols. Ik vind hem echt super gaaf. Ik vind het er zelf heel erg strak uitzien. En ik ben benieuwd naar wat jij van deze armband en deze tutorial vond. Dus laat me dat weten in de reacties onder deze video. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!